En dan leggen we nu de laatste hand aan de animatie. Ik heb hier nog één hoofdframe. En hiermee is de film helemaal bedekt. We zijn hier nog met een aantal masker frames die te veel zijn. Met Shift F5. Fn Shift F5 bij een laptop. Haal ik ze zo weg. Dus we zien nu dat hij ruim 163 frames groot is. Als ik het onderste slot aanzet, dan zien we hoe de animatie hier beneden loopt. En dan kunnen we terugkeren naar de hoofdfilm. Ik klik bijvoorbeeld dubbel hier. En dan zijn we in de hoofdmovie. Daar is het handschrift ook aanwezig. Alleen zien we daar heel weinig van, omdat het eerste frame van het handschrift helemaal leeg is. Als ik die filmclip initiale nu van filmclip omzet naar afbeelding, dan zie je dus, als je langs de tijdlijn gaat, de animatie verlopen. En dan kunnen we net zo lang hier frames toevoegen met Fn, F5. Als we geen enkele tot de hele animatie klaar is, dan gaat hij dus zo lopen. Steeds maar F5 drukken. Dan hoef je niet precies te gaan rekenen wanneer het einde van de film daar is. Als je te lang doorgaat, zoals nu deze, dan gaat de film zich weer herhalen. Dus we moeten dat laatste even terugnemen. Dan staat de film er zo helemaal en dan moet hier de film natuurlijk zelf ook gestopt worden. Dus dan zet ik hier een hoofdframe neer. En we gaan weer naar de handelingen toe. En we gaan daar de stopactie invoeren. En als die stopactie daar staat, dan zie je hier al een klein aatje staan. Is de film klaar? We kunnen hier deze gaan opslaan. Maar natuurlijk ook nog, dat nu de FOA opgeslagen is, er even aan denken om ook het Command Enter even nog een nieuwe SWF te genereren. Om die te bekijken. En vervolgens deze op de webpagina te plaatsen. Als het goed is, stopt de film. En dat doet hij. Dus de naam animatie SWF is klaar.